Leuk dat jullie kijken naar deze video. Het is namelijk video nummer 100! En dit wordt een video over ons nieuwe huis. Ons nieuwe huis, deel 2. Veel plezier! Doei! Hi. Hey Elisa, waar zijn wij? We gaan naar het nieuwe huis en we lopen nu al heen. Yes, daar is het. Wij lopen even naar het nieuwe huis, want dit is deel 2 van de serie Het Nieuwe Huis. Ja. Ben je te zien? Ja. Oké. En ben je ook het filmen, zie je? Ja. Waar ben jij filmen? Ook het huis. Leuk. Kijk, we zijn er al bijna. Ja. Kijk daar. Als we ooit een Tesla kopen, dan kunnen we hem daar mooi opladen. Dat kan nog wel. Daar is nog steeds een sportschool die nou dicht is, dus daar hebben we helemaal niks aan. Maar als we het nieuwe huis wonen en hij is weer open, kan we daar gaan sporten. Ja. Yay! Sport is vlakbij dan. Kijk, in het zonnetje mooi. Alleen vind ik het een beetje raar, want waarom zijn de dingen die op het dak liggen eigenlijk nu geel? Er liggen nog geen dakpannen op. Dat is gewoon het hout. En het beschermlaagje dat hout. Kijk, er zijn overal mensen aan het werk. Oh ja. Oh kijk. Oh wacht. Dit is wel grappig. Firma van Gamera uit Veen. Die maakt alles binnen van de verwarming en van de stroom. Plakketjes, daar is het. Het huis is niet echt te zien of zo. Nee, ik kan het nou niet zien. Maar het is wel een beetje cool. Idee. Kijk, één projectje verder, dan zie je al dat er al dakpannen en zonnepanelen op liggen. Je gaat timmeren, denk ik. Ze ook bij. Ja, die bouwen het hele project, hè. En het is beveiligd door Nelson. Goed beveiligd. Recht van de huizen. Het worden allemaal huurhuizen. En 9 koopwoningen. En dan hier. Daar heb ik 1 van. Wij hebben 1 van de koopwoningen. Kijk, hier zie je hoe het dak gaat uitzien. Het is helemaal vol zonnepaneeltjes. Hé, maar kijk, het lijkt net alsof hun geen dak hebben. Ze hebben een dak, plat dak. Plat dak. Yay! Dat is wel heel leuk. Hier zie je de eerste fase van het project. We zijn bijna klaar. Ze zijn al aan het bestraten. Stoepjes, parkeerplekken komen er al. Het is trouwens min 1 nou. Niet fijn. Er is dus een trampoline. Een luchtlap. Waar staat Sven eigenlijk op? Ik hoop dat die leeg is, anders gaat dat zo merken. Volgens mij zit hij vast. Ah, daar komt hij. Kijk. De vrachtwagen rolt weg. Zodat dat de bedoeling zijn? Volgens mij wel, want dan kan dat ding goed gaan liggen. Oh ja. Ja, oké.
Ah, kijk. Hij ligt er al op, dat is een makkie. Ja, maar nu heb je er ook echt jaar voor gekregen. Denk je? Ja. Ja, maar dat is misschien wel moeilijk hoor. Het lijkt wel makkelijk, maar ik denk niet dat het zo... Ik denk niet dat ik het nou zomaar zou kunnen laten. En het lijkt me best wel gevaarlijk. Ja, ook. Kom, dan loop je verder. Ja. Dit was de voorkant en nou loop we even naar de achterkant. Loop je mee, Liza? Ja. Waar ben je? Hier. Oh, daar. Ik zie leuke tekeningen. En Svenne hoopt dat wij die krijgen. Poesje met... Dat is het liefde met paardjes. Laat me zien. Dat is wel heel leuk. En je ziet, hier zijn ze ook nog wel wat bezig. Het is ook allemaal nieuwe huizen dit. Vrije sector. Dit is de achterkant van ons project. Nou, het bouwproject. Het bouwproject. Ja. Zij hebben dit niet bedacht. Niet. Ik denk dat de burgemeester dat heeft gedaan. Nou, dat denk ik niet. Of de gemeente? Ook niet. Wat dan? Ik denk dat de bouwlinie daar gedaan heeft. De projecten ontwikkelen. Kijk, een hele lange rij is het eigenlijk. Hè? Kijk, dit huis, niet het huis met het laddertje, maar dan links naast, dat huis, dat wordt van ons. En dat wordt een heel klein tuintje zo te zien, maar goed, dat scheelt de grasmaaien. Dat is waar. En dan lopen we terug naar huis, want ik heb het koud. En jij? En ik heb chili iets lekkers. We gaan wat lekkers eten en warm worden. Ja. Nou, tot de volgende keer. Doei! Blijf voor het kijken. Doei!